Ja mensen, ik ben vandaag weer in Efteling. Ik zat bij het Negenplein op zijn, dus denk ik wel wat klein nummer filmen dan. Dus ja, dat is leuk. En daar hebben we, hè? Ja, Pater Morganetje. Ja. Ja, ik ga zo eerst wat attractie doen. Dus ja, dat is heel vlakken, maar wel lekker. Dus kijk lekker mee mensen, lekker. Nou kijk eens van Mikey Eftel. Nou, ik ga je gelijk bij af. Ja, ik zei dat klopt, nou, ik ga je gelijk maar een afritje Pieter doen, mensen. Ik heb even hier lekker filmen. Dus ja, dat is ik zo zeggen. Kijk lekker mee met filmen, mijn actiecam. Dus ik zou zeggen, dat is lekker lekker hoor. Zoals jullie konden zien, een rijtje Pieter gehad. Ik loop nu in de rij van de Vliegende Hollander. Ja, kijk, ik zie dat het een beetje donker er binnen. Het is wel een leuk apparaatje dit. Echt een fabapparaatje. Ik ga zo even kijken of ik erin kan filmen. Maar het is echt superleuk. Ja, kijk eens van Mikey Eftel. Zoals jullie kunnen zien, ritje en mijn fabapparaatje, mensen. Dat is echt leuk. En ja, ik loop nu heel even door het Lavelaar. Want dat is ook echt. Ja, blijft leuk om gewoon erin te lopen, mensen. Maar ja, het is gewoon even grappig. Dus het Lavelaar blijft echt geinig om even erin te lopen. Ja. Maar ik dacht, vroeg dit ook gelijk even mee me heen, maar ja. Thank you.
Kijk, er hebben allemaal slakjes. En slakjes. Dat is lekker, lekker. Dat is hier een stuk altijd grappig bij de lava. Ik heb een soort lavabrouwtje. Ik vind het altijd grappig om hier even. Ja, altijd. Meestal wel even langs te lopen of erheen te lopen of. Weet ik daar. Om daar even te gaan kijken daar. Maar. Ja, mensen, ziet er grappig uit. Wel leuk. Kijk, ze maken je even, stel ik even de rij van het Droomland, Droomvlucht. Ik vind het best deze film, ja, echt leuk. Is het zeker leuk. Is het mensen niet lekker mee in de dubbel van mij? Ik heb ook een lekker stukje vroeger, dus het wel geinig. Ja, wel lekker, lekker. Mensen, hier is ook een van de leukste stukjes van Droomvlucht. Je zou denken, waar ben je nou weer beland? Nou mensen, en net, Sprookjesbos. Super leuk, super grappig, echt. Ik zit nou ben nu in een van die kabouterhuisjes van Efteling. Die heb je hier van die kabouters. Dat is echt grappig. Dat is eerlijk gezegd wel leuk gedaan, dat is wel leuk. Ja, mensen. Het is echt super leuk. Het kabouterhuisje waar ik net even in stond was. Dit huisje. Wel grappig. Hier in het kabouterhuisje, daar houden en daar houden. Alleen dat stuk. Van die kabouterhuisjes. Is nog steeds afgezet. Het is ook al vrij lang. Maar wat me opvalt. Of, ja, of dat nog open gaat, ja of nee, dat weet ik niet. Maar als jullie dat weten, laat even weten in de comments. In ieder geval. Kijk weer een huisje. Wel leuk. Ja. Kijk, hier is een kabouterhuisje. Ja, mensen, ik kan het niet laten om hier ook nog even naar binnen te gaan. Super leuk. Slapen. Dat zijn mensen die wel verder thuis zijn van het tafeltje dekje. Super grappig. Verder. En ik ga nu ook nog even terug in het Sprookjesbos ben. Heel even kijken bij Sneeuwwitje. Het is ook leuk. Sneeuwwitje. Ah.
lekker mensen. Lekker langs Kniezertje, die zijn echt grappige mensen. En leuk. Ah, paddenstoeltje hier ook. Ja. Schudders moeten dus op, dan is het goed beginnen te zeveren. Oh, maar niet uit. Oh, Kniezertje! Ja, ik ken heel wat mensen. Ja, en ik ook. Maar uw naam weet ik niet. Ja, moet je gewoon op YouTube zoeken, maak je even, dan weet je het wel. Oh, ja, mensen, even bij de park hier. Die is ook echt leuk. Mensen daar binnen. Ja, dat ding lopen jodelen. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik kan heel even boven langs filmen. Dat doe ik nog even voor jullie. Lekker, lekker. Mensen, dat is heel even. De vorige keer hebben jullie het ook weer gezien. Kijk voor mij, ik heb het ook. Zijn we hier bij de Ravelijn. Zo meteen begint de show van Ravelijn. Dus ga ik even stukjes filmen hier voor jullie. Niet de hele show, die ook wel een keer heel makkelijk vindt. Het staat wel een paar keer op mijn YouTube. Kijk die ook helemaal zien als je die wil zien. En dan ga ik even kleine stukjes van de show filmen. Dus de mensen kijken even naar je lekker. Hier gebracht. Wij komen uw volk bevrijden. Jullie hebben geen idee. Thank you.
kijkers van Mickey Eftel. We zijn weer even een verleidingsshow. Hebben jullie het ook eens gezien? Ja, joh. Ik zal de doekjes een keer mee pakken in de vlucht, die Ravelijn. Dat is wel even grappig. Nou, kijk, zo'n beetje, ja, het is natuurlijk 9 pleinen versteun, maar één nadeel is dus, net als het kijkt, letterlijk keihard aan het gieten. En ik vind het ook niet aan het regenen, echt loodhaard. En waardoor, ja, de bonte stoel is afgelast. Ja, dat is echt. Echt, ja, kun je de ene kant is wel vervelend, maar de andere kant weer breken te komen. Het is hier en daar nog wel het onweer en zo. Ik heb ook een heel last shirt, omdat ik... Ja, ik wil eigenlijk naar die... Wat is die gaan? Nee, ik stond in de regen, maar... Ik ben net even ergens schuilig, dus ik was echt even... Flink nat. Maar om eerlijk te zijn, wat ik hoop... Dat is trouwens nog wel pleinen doorgaan, dat ik trouwens nog wel pleinen kan doen voor jullie. Ja, dat kijk ik nog wel van die kleine kofel, hè, maar... Maar het is wel een beetje vervelend, maar ja... Het werk kan je weinig doen, hè. Maar het is niet lekker. Maar ja... Als die negen kleine... Die bot is tot wel eens door, ja, dat doe ik nog gevuld, maar ja... Het is even minder. Maar ja, mensen... Dat doe je weinig aan, om eerlijk te zijn, maar... Ja, ja... Ik hoop dat ik zo... Ik ga nog wel een keer één of meerdere keer naar die playlist. Misschien dat ik dan nog sowieso wel film, maar... Zit er maar even te kijken, maar... Ja, ja, kijk eens naar mijn kerst en we staan nu gelijk een beetje even terug bij Vater Marana. Ja, dat was toch dichtbij. Dat gaat toch maar... Ja, dat gaat me hierin. Daar buiten is het toch een ziekelijk aan het regenen. Ja. Ja, het is toch een beetje vervelend aan het regenen. Ja. Ja. Eén ding vind ik echt wel knap. De meeste mensen, ja, als het regent, gaan binnen trekken ze opzoeken. Maar kijk eens wat er staat. Ja, er staat wel een rijtje. Bijna helemaal niks. De meeste mensen gaan naar binnen trekken ze pakken, omdat ze dan... Eigenlijk niet laten worden te ringen, maar... Want dit valt gewoon weer mee, mensen. Maar ja... Boeien, hè? Dan is het weer... Mij niet tegen, dus... Ja... Ik ga even vaten maar aan en ik ga even kleine stukjes filmen hierin. Ik ga ook even invloggen. Dus mensen... Kijk, lekker. Jo, Kees van Mike heeft even een ritje vaten maar aan. Dat was echt grappig. Ik hoop dat er straks wel wat pleinen doorgaan. Maar ja, ik betwijfel dat ik ben het regen. Want ik denk dat ik hier nog een beetje kan laten zien. Het zit daar eigenlijk regen hoor. Ik zie het niet echt, eerlijk gezegd, niet echt goed op de camera. Maar ik dacht, ik heb mijn vader mijn graan erin. Maar, ik kan er niet zo anders van maken, ja, anders heb ik het weer... Ja, je moet stoeten als ik vind. Deels neer pleinen verstaan, maar ik hoop dat er nog wel pleinen doorgaan vanavond. Want dan kijk ik tot nog wel veel, want dat hoop ik echt. Het is wel leuk. Ja, ik betwijfel. Maar mensen, ik hoop het echt, maar dat komt goed. Dus daar komt het. Lekker. Het is nog wel het regenen en zo. Maar ja... Deze camera kan er wel deels tegen. Ja, en ik vind het wel jammer. De bot is toen al eens niet open. Ja, maar ik ga even kijken wat ik even ga doen. Maar ja, pff, het zit me even niet. Maar ik ga gewoon even door mijn filmen. Ik ben hier nog heel de avond. Dus ik heb hier de mensen te schuilen hier, mensen. Ja, zijn ook wel deels van de attracties zijn, ja, dicht wegens het weer, maar hey, even kijken bij we hebben nu even weer richting
jongens, op de route. Hé, jongens. Jullie maar volgens mij hoor ik hem zingen, maar ik twijfel het erbij. Dat is wel een plein die door, volgens mij zie ik hem daar lopen wel. Zo. Dus de, toch nog wel weer iets wat qua pleinen versteend doorgaat. Maar hij staat hier. Ja, er staat wel een hele lading mensen die gaan buiten staan te zingen. Maar mensen, ik loop er naartoe, ik ga het filmen. Hij regent dit of niet? Hij gaat gewoon door tijdens de rit als het regen is, mensen. Oh, ik ben er. Jullie vrijdag, die gaat gewoon door tijdens het regen. Oh, echt. Zou je nog een beetje in de pleinen verstijgen, al mensen? Ah! Het is wel echt. Ik wil een beetje weg zijn met de camera, man. Daar staat er alles! Sure, is dit allebei? Susan. Hallo, dat zijn kinderponcho's. Ja. Kinderponcho's in de leven. Ja, ja, zo blauw, 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 blieb de ens. Ja, wil mijn eigen bluw. Wil ons weer een zin. Dat is een beetje in de kleine bestek gehad. Ja, dankjewel. Ja, mijn mensen maken niks uit. Ja, dat ik de rest van de plein ook niet kon gaan, maar ik vrees van het ergste. Oh, geweldig dit, mensen. Jurgen Vrijling heb ik even gefilmd. Maar, nu gaat het leuk horen. Hier is helemaal niks te beleven. Qua plein heb je één ding eigenlijk. Dat is Ali IJsko. Die staat gelukkig droog. Dus ging dat maar ook nog even in de vlog doen. Maar ja, dat is wel geinig. Ja, alleen jammer van het weer. Ja, die Ali IJsko staat er aan Jurgen Vrijling. Qua plein of Stijn is nu toe wat ik gezien heb. Maar ik is meteen verder het park in. Om te kijken wat er nog meer de pleinen te doen is. Misschien dat ik zelfs nog een taxietje in ga, maar moet ik even kijken. Dus de... Kijk eens uit, die Ali IJsko. Maar grappig dat hij er wel weer staat. Ja. Dus de gaat sowieso weer filmen. Dus dat is echt grappig. Dank voor de aan Kisco, schappig. Chocolade, alsjeblieft. Chocolade. Chocolade. Geen niet te. Hij is grappig. Alsjeblieft. Dankjewel, hè. Gegaan, zei ze. Ik was echt, ik kreeg hem niet te bij. Maar hij neemt niet te pakken, maar dat is wel grappig bij Ali IJsko. In ieder geval, kan ik gaan zeggen. Ja, wat grappig Ali IJsko, maar ja, boeien hè. Ja, leuk. Maar zo, ja, mensen, het was wel even grappig. Bij, ja, die hier verheerlijk aan Ali IJsko was echt grappig. Ik heb wel een grappig echtje. Grappig is, de Oranje die draait nu leeg. Want de regen en zo. Dus even kijken of die staat wel aan. Dus even kijken of die kwijtbal het wel doet. Ja, die spuiten gewoon. Je ziet wel het glimmen, want die gaat spuiten goed. Ja hoor. Kijk, dat is een ander plein die wel van zo gaat. Ook. We hebben even grappig. Kijk, met die kraanbel hier, hoor. Te lachen.
Ik ga dat ding vannacht niet opgeven. Dan gaat het water niet meer gaan sproeien. Lekker, lekker. Kijk dan. Ja, wat je... Wat je hoort is die muziek van die kleine, zeg maar, die piranha-plein. Dus ja. Kijk weer. Jammer dat de piranha nou niet... Oh, je blaas een beetje, man. De piranha nou niet open was. Dan schrijf je met je regen een extra weg. Het zou eindig zijn als het wel doorgaat. Maar ik sta hier bij het programma 1898, ja, loop ik naar verlangs. Bij die gesloten wegens te weer. Omstandigheden, ja, omdat het net aan het onweren was. Ja. De rest van de tekst zit ook gewoon. Ik denk maar misschien dat die armbandjes verder qua armband moet ik dan. Maar ik hoop eigenlijk dat ze straks wel weer gewoon open gaan. Robby met een flapapparaatje ook al dicht. Maar ja, zo jammer. Maar ik kan allemaal het regenen. Maar het is wel grappig dat het een negenpleinenfestijn is. Dat je nog wel niet iets hebt. Oké, okay, zoals de Dark White, zoals de Droomvlucht, Fata Morgana en zo. En trouwens, Spooksel is ook op, kun je die net ook zien. Was wel gewoon open. Mensen, ik loop hier bij Fata Morgana, of Fata Morgana, Vliegende Hollander. Dus, ja, er lopen wel wat mensen, maar... Het is een aardig stille boel hier ook. Terwijl ik gewoon negen pleinen verstaan is. Maar, staat een gestuurman, ja die zie ik. Ja, niet, maar die, ja, die zal er wel zijn, maar die zal wel binnen zitten. Ja, ik geef hem goed gelijk. Ja, verband die regen weer. Misschien dat ik hem zo straks wat droger is. Dat ik er wel gewoon even naartoe ga. Zo, ik loop hier nu even bij de Python. Ja, het regent nog steeds, maar volgens mij hadden ze de Python net moeten evacueren, maar ja, daar was ik net niet bij. Ik ga het wel heel even laten zien, want dat is echt. Kijk of ik hem in kan zoomen. Dat daarboven zie je net dat er burgers opstaan, dat ze mensen eruit hebben moeten halen. Daar staat de kar. Er is een treintje die stilstaat. Ik denk dat ze me... Ja, wegen het weer of dat hij in een storing heeft. Is het weer dat ze hem stil hadden moeten leggen. Maar ja, het is wel... om eerlijk te zijn wel een beetje balen. Maar ja... Mensen, daar doe je niks aan. Mensen, ik ga zo doen dat ik even iets kan doen hier. Dat is misschien wel sowieso wel. Ik ga er even een attractietje pakken en zo. Of doen. En dan is het nog even naar een van die pleinen toe. Want hier bij de Vliegende Hollander zou echt staat een stuurman zijn, maar die is er niet. Of ja, die zou, ja, ben maar jammer. Ja, het is wel een beetje rot weg, zit er weer. Trouwens, volgens mij hier binnen, eigenlijk zou het hier voor het plein zijn van de Vliegende Hollander, maar ik zie nou dat ze binnen wat, dat ze het gewoon binnen, hier binnen hebben gedaan. Nou, mensen, dat is super grappig, gaan we gewoon even kijken. Kijk dit dan.
gelukkig eindelijk weer terug weer. Welke dag? Maar die is gelijk, net gelukkig wel eens Lieve Hollander in geweest. Maar weet je wat ook leuk was? Ja, je man van Joris Dijs staat buiten. Staat tegen Stierman. Superleuk, mens. Is even een beetje grappig. Ik wil even filmen, dat is grappig. Staat tegen Stierman. Leuk, mens. Staat tegen Stierman. Ik ben wel blij dat het weer terug weer is. Mensen kunnen nog weer gaan kijken bij een ander plein. Maar waar ik eigenlijk eerlijk gezegd vorige keer ook al jullie laten zien. Maar ik kwam er niet van. Omdat het vanuit de rot weer was. We staan ze bij het Anton Pieckersho. Maar ik heb ook nu wel iets meer gelukkig. Dus ik loop er nu gelijk even naartoe. Ja, mensen. Ja, kijk eens voor mij. Ik zit nu even bij het Anton Pieckplein, waar ik vorige keer ook laten zien. Maar ja, toen was het een beetje regenachtig en waren ze weg geweest. Ja, het was ook een regen, maar ik ben blij dat het nu opgehouden is met regenen. Maar ja. Kijk, hier is dus van alles weer wat te doen. Je leeft heel even staan te kijken wat ze hier gaan doen. Dus even kijken of ik kan filmen. Dus, dat zou wel leuk zijn. Ja. Dus even afwachten. Ja, het is echt super leuk. Ja, wat fijn dat het weer lekker droog is. We gaan fijn naar beginnen. Zeker fijn dat het droog is. Super fijn, ja. Voorstelling. Lekker. Oh my god. Kijk eens, we hebben even, ja, dat kun je jullie even laten zien, maar we hebben even steeds gefilmd, maar dat ik nog eindig is. Ik ga nu even verder kijken wat ik er mee ga doen. En ja, dat is gewoon ja, super leuk dat de pleinen verstaan hier in de Efteling. Dat is echt tiegelijk leuk. Als jullie het mensen, als jullie het echt super ook leuk vinden, geef dan sowieso duimpjes omhoog. En ja, als je het pleinen verstaan ook leuk vindt, laat even weten in de reacties. Dat vind ik er gewoon geinig te weten. Maar in ieder geval. Ik ga nog heel even verder met filmen, denk ik. Ja, goed, ja. Maar, het is goed dat ze staan bij die Vliegende Hollanderplein. Of nee, Vliegende Hollanderplein, sorry, ik zeg het verkeerd. Bij het plein hier van de Droomvlucht. Dat is het, maar, het is goed dat ze op het plein van de, tegenover Droomvlucht. En de Ravelijn en alles heb je nog. Het is goed dat ze in de hoop dat er nog wat te doen. Er was net zo'n zwaardgevecht of zoiets geweest. Ik zie eruit dat er uit de Thomas buiten staat. Dus ja, ik denk dat ik net te laat ben. Maar ja, maakt niet uit. Als ik kijk, nog altijd een andere keer mee aan meepakken. Maar dat is wel geinig. Kijk, hij staat daar buiten. Ja, mensen, ik, nu nog even, ik denk dat ik nu nog even langs die Ali's ga. Of later om een plein, want dat is ook leuk. Kijk, oh kijk, die Efteling muzikanten. Hey. Ik heb me zo ook... daar wel leuk doen, maar... Mensje. Ik sta bijna op een Vater Morgana plein. Dat is super leuk. En ik ga even kijken naar een aantal van die Ali's, want die is door van allerlei leuke dingen en zo. Er staat er momenteel heel even één Ali buiten. Of een aantal Ali's staan erbij. Dus even kijken hoe ik dat kan filmen hier. Het is een beetje druk.
Salah. 3. Grappig om te zien bij die Ali zaak een keer. Kijk, die kan ik kan filmen. Ja. Oh my god. Hallo. Hey, alles goed? Tuurlijk, met jou ook? Ja man. Alles oké? Okay. Zeker. Alles is heel goed. Had je de regendans gedaan, hè jij? Hè? Ja. De hele dag hebben we geregeld, man. Ja, dat is minder. Oh, sorry, geen zo'n Ali. Dat is wel eens even iets. Oh, ik ga weer naar binnen. Het is wel even grappig om te zien met die aliens hier. Kijk, ik ben nog aan de vechten, maar straks op de chat geweest, die ga ik sowieso op beeld zetten. Ik sowieso filmen, want dat is echt heel vet. Kun je de vorige andere 9 pleinen van Stijn Vlog ook zien? Maar dus heb je toch nog heel even de aliens kunnen zien, mensen. Het was even chill. Ik ga weer even kijken wat ik ga doen, maar ja, komt allemaal goed. Mensen, ik heb nog een alien. Hallo. Alice One Man Show. Even hetzelfde met mijn One Man staat te kijken. Ja, wel leuk. Zeker wel. Was hè? Was hè? Wie? Jullie kwamen pas was. Ah. Dit is echt grappig. Mensen, hier is nog een Ali bezig. Ga ik nu ook even kijken, dat is ook leuk. Even kijken of ik wat kan filmen. Ja, je zit even kijken, maar je moet even halen. Ga maar halen. Daar! Ah, is mooi. Ah, is hier mooi, hè. Kijk eens, hou hem. Hou maar vast. Goed, shot aan. Ga maar daar zitten. En goed, blijf. Blijf, goed zo. Dames en heren, sommige mensen een beetje moeite hebben met Sultan zien. Ik heb hem gewaaid. Ali heeft nog meer loegdieren bij zich. Maar Ali is slim geworden, want hij heeft om loegdieren heeft hij een belletje gezoeken. Ofwel, ballon. Let op, ik heb meegenomen, is ballonnen die weer, momentje. Ik heb meegenomen. Oh, is een foto van ballondieren, dames en heren. En nou is er jullie tekst is. Oh, let op. Dames en heren, is woestijnkonijn. Oh. Is woestijnzwaan. Oh. Is woestijnbeer. Oh. Is woestijnmaus. Oh. Is woestijnsimaf. Oh. Is woestijnpoedel. Oh. Is woestijnkonijn. Dus ik zou even die andere halen, dat is ook best grappig. Ja, leuk. Dus, ik zeg maar. Wat is jouw naam? Applaus voor Ali, dames en heren! Ik kan geen andere naam houden vandaag. Goed, let goed op. Kun jij ook een beetje schuddelen? Applaus voor schuddelen! En kan jij ook toevallig Fata Morgani schuddelen? Is Fata Morgani schuddelen? Kun je Fata Morgani schuddelen? Laat zien. Applaus voor Fata, we gaan niet schudden! Jij is goed geschudderd? Oké. Okay. Let op, dames en heren. Want. Nee, dat vind ik niet. Oké, let goed op. Want. Jij mag er zo meteen 1 willekeurige kaart uit die dek pakken. Jij, als jij pakt, jij doet zo. Let op. Wat grappig dit, mensen. Heb je begrepen? Superleuk. Oké, okay, heb je begrepen, dames en heren. Let op. Lekker. Oké, ja, heel goed. Oké, nou let goed op. En jij ook helemaal. Want, dames en heren. Ali draai zich zo meteen om. Jij laat kaartje zo aan het publiek zien zo. En nog een keer zo. En als je hebt gedaan, jij kijkt op kaartje zelf zo.
En dan, je houdt een kaartje zo. Niet zo, maar zo. Jij begrijpt me? Hij begrijpt me, dames en heren. Is je mooi, hè? Oké. Als jij zo hebt, jij zegt Gerard. Ja! En jullie zeggen Gerard. Ja! Jullie begrijpen? Ja. Jullie begrijpen, oké. Aan de juiste kom, let op. Ja, laat me zien, dames en heren. Doe maar. Laten we zien dat we het allemaal hebben. Ja. 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 Oké, dames en heren, jongens, meisjes. Wat nou komt het? Nou is het moeilijkste. Ali heeft maanden geoefend. Echt maanden geoefend. Op die kaart te vinden. Ali, je mag zo meteen je kaart opstekken. Doe maar toe. Doe maar toe. Heel goed. Heel goed. En nou gaat Ali schuddelen. Let goed op, dames en heren. Is heel moeilijk, hè? Is heel moeilijk. Ali gaat heel erg schuddelen. En dan hopen Ali dat Ali in één keer, ik heb Ali in één keer, die kaart gaat pakken. Ik probeer, dames en heren. Dan gaan we. Let goed op. Oh mijn god, mensen, dat is echt grappig. Lekker. Ja, dames en heren, is mooi, kijk eens, is helemaal gelukt. Is Peer verkleed als hond. Hier zo. Applaus voor Ali. Dames en heren, sommige mensen vragen ons in mijn Ali. Jij bent naast die dierenverzorger ook een beetje magier. Is mooi, hè, magier? Maar magiërs hebben toch altijd zo'n bijzonder dier bij zich. Welk dier zou dat zijn? Konijn. Heel spontaan! Wauw, is goed! Oh, is echt goed van jullie. Nou, misschien ik heb een konijn meegenomen. Maar konijn is een beetje verdrietig. Ja, is wel een beetje verdrietig. Want dames en heren, konijn is niet zo tevreden. Kijk, ik zal laten zien. Is niet zo blij, de konijn. Want dames en heren, deze konijn vindt zijn huisje, zijn hoedje niet zo leuk. Saai. Saai, hè? Saai? Hé, ik moet daar. Goed, ja, is een beetje saai, hè? Toch? Wacht, ik zal laten zien. Is binnenkant van hoedje. Is, kijk, is binnenkant van hoedje. Is mooi, hè? Ja. Binnenkant van hoedje is behang. Is behang. Ja, is hoedje, maar binnenkant met behang. Goed. Dames en heren, maar hoedje is een beetje saai. Douche. Ali gaat hoedje leuk maken. Wil je helpen? Kom hier. Wat is jouw naam? Applaus voor Ali, dames en heren. Ik kan geen andere naam onthouden, hoor, vandaag. Goed, let goed op. Ik heb meegenomen. Is... Zakje! Zakje? Is mooi, hè? En die zakje zit in de ballon. En als we vragen, kort! Geel. Geel. Oké, met je alle 3, 2, 1. Geel. Geel. Goed, hangen. En nog klopt er nog eens. Het is echt grappig. Ali is er even verder gegaan hier. Maar het is wel leuk. Ook echt leuk hoe je het doet. Lekker, lekker. Jo, kijk eens, ik heb ondertussen avond geworden. Op je avond was het al net, maar echt donker. Is echt leuk. En ja, kijk, ze doen een beetje vol het licht. Maar maakt niet uit. Kijk, en, ja, de video is echt geweldig, mensen. Zo hier in de avond in de Efteling rond te lopen. Super vet. Ja, daar kun je me zien, maar weet je wat helemaal vet is? Ja, dat kun je net ook al zien dat er was, maar nu dat ik hem iets langer zie, staat ik stil, man. Dat is super vet. Hij zat hier, ja, man zat hier, hier achter. Hij zat er wat extinct erbij, omdat hij dan wel, denk ik, wel beter in het licht staat. Echt zo veel, zo ziek leuk. Dat is lekker. Ik ga zo meteen nog even naar de Chassanooga, dat ga je leuk zo meteen zien. Ik ga even genieten van statig stierman, dus de, zo. Ja, zie je de Chassanooga. Ik ben er even feesten, lekker lekker. Ja, mensen, ik zit nog bij de Anconora. De Chester versie.
lekker. Twee mensen. Laatste stukje vandaag van deze vlog. De party gaat nou beginnen van de toren volgens mij. Dames en heren. Dus ik heb er zin in. Super lekker. Lekker lekker. Dat is helemaal leuk. Lekker lekker. Wacht je.
lekker, lekker. Streepje naar beneden. Ja. Wauw, tot de finale. Schrik niet. Finale. Hij is voorbij. Yo, kijk eens hoe mijn heeft al was weer Chester 5 uur. En ik plein moet staan. En ik heb er attracties gedaan. Hoe ver is dat? Als jullie dat ook nog echt super vet vinden, mensen, geef dat weer zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En ja, deel deze video aan mijn dikket. En abonneer op mijn kanaal. En proberen we niet zo beter. Dus de mensen, zeggen tot de volgende video. En lekker, lekker. Ja, mensen, van, dit was de nieuwe Plein Verstein en wat attracties. En de Aquanova Show. Vind je een heel leuke, toffe vlog. Geef er weer zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En we willen meer toffe video's van me zien. Abonneer even op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende video, mensen. Lekker.